Waar ik die ontsnap? Wat? Oh, oh, oh. Oh, shit, ik zei er echt niet meer. Yo mensen, wat allemaal weer een nieuwe video. Deze keer spelen we weer Planet Zoo. En in deze aflevering gaan we sowieso 1 extra verblijf erbij plaatsen. Want in de vorige aflevering hebben we deze geplaatst om deze uitdaging te voltooien. Nu moeten we sowieso nog een aantal verblijven erbij bouwen. En natuurlijk nog die bezoekers halen. Die bezoekers komen vanzelf, daar hoeven we niet zoveel voor te doen. Daarom dacht ik dat we deze aflevering wel een nieuw verblijf erbij konden bouwen. Dat kunnen we dan wel op deze plek gaan doen. Moeten we alleen nog even kijken wat we willen. We zouden in principe wel apen kunnen. Want we hebben volgens mij nog geen apen. Maar hier zitten tapirs, was het er. Ja, het zitten tapieren. Dus een of andere vleeseter volgens mij. Kijk, die zit hier. Een sneeuwluipaard zit hier. En hier zat sowieso ook geen aapje, dat weet ik zeker. Ik weet niet of hier weer zat. Ah, hier zo. No capi. Dus wat we eerst moeten doen, is even in de dierenhandel kijken. Of we daar misschien een leuk aapje vinden. Die wel betaalbaar is. Want deze West-Afrikaanse chimpansee is bijvoorbeeld niet betaalbaar. Deze wel, maar deze niet. Dus dan heb je er sowieso niks aan. Moeten we een andere vinden. Nou, hier staat er nog wel eentje. Een mandril. Misschien weer eens een eentje. Je kunt in principe al wel alvast kopen. Maar daar ben ik wel gelijk door 1/3 van mijn geld heen. Weet ik ook niet. Voor de rest had ik niet echt eentje gevonden. Dus het wordt er nog deze keer niet. Dus of het wordt gewoon wat andere dieren verkopen, wat toch best wel veel wordt, want volgens mij was het bijna 1500 of zo van deze dingetjes moet ik hebben om allebei te kunnen kopen. Dus dat zijn er best wel veel en dat heb ik sowieso niet. Dus er worden toch maar een ander dier plaatsen. De krokodil wil ik hier niet, want ik kan hier niet echt water plaatsen hier. En dan de struisvogel vind ik toch een beetje risky of zo, want volgens mij hebben die best wel groot terrein nodig. Laten we eens kijken. 675, nou dat valt wel mee. Dan kunnen we denk ik gewoon wel de... Oh, wat? Het is allemaal geüpdate. Oh, het is allemaal geüpdate, joh. Het is allemaal nieuw. Omdat natuurlijk die nieuwe DLC erbij is gekomen. Die ik trouwens nog niet heb. Die ik wel binnenkort eigenlijk een keertje wil. Maar nu is het niet per se nodig. Er is ook een heel nieuw in systeem hier gekomen, joh. Dus hoeveel willen we dan? Kijk, met hoeveel moeten ze überhaupt? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Met hoeveel moeten ze? Ja, dus al deze dingen mogen ze. Oké, misschien moeten we het minimaal 1 tot 8. Laten we zeggen, we willen er een stuk of 3 of 4 of zo. Dan moeten we 825 of 900. Dus kijk, kunnen we dat hier voor elkaar boksen? Dat is het dingetje maken hier dan. Zo, ik heb nu het verblijf gemaakt. Laten we kijken hoeveel vierkante meter het is. Oh, het is 1700. Oh, daar kun je die struisvogels zo makkelijk in. Laten we die struisvogels dan maar hebben. We hebben sowieso deze, want die heeft de beste van alles blijkbaar. En dan even kijken, die was een vrouwtje. We hebben sowieso 1 mannetje erbij. De beste natuurlijk. Kijk, volgens mij was het bovenste het beste, hè? Ja, die was het beste. En dan even kijken, hoor. Sowieso het andere vrouwtje willen we nog. En volgens mij was dat het dan. Want ik wil niet meerdere mannetjes in het verblijf. Dan wordt deze lekker hierin gezet. En moet alleen maar kwestie van wachten totdat ze er zijn. Zo, daar zijn ze dan. De eerste twee zijn er. Oh, daar komt de derde aan. Oké. Okay. Nu alleen even een kwestie van kijken natuurlijk wat ze allemaal nodig hebben. Ik denk sowieso de standaard dingen natuurlijk. Zoals het water en het eten en de speeltjes. Maar welke speeltjes, dat weten we natuurlijk niet. Dus laten we dan maar een waterleiding neerleggen. En een voedselbak is natuurlijk ook wel handig. Een voerbak. Of is dit een waterkoek? Watertrog. Oké, dan moeten we een voerbak hebben. Want die watertrog hebben we al in de vorm van een waterleiding als onbeperkt drinken. En laten we die voederbak dan even lekker hierin zetten. Lekker voor het publiek. Blijkbaar hoeven we dus bij deze alleen maar een paar van deze dingen in te leggen. En dan zijn ze al tevreden. Laten we die dan eventjes hier zo plaatsen. Oh nee, wacht, het wordt echt hartstikke lelijk. Dat wil ik niet. Laat ik dan hier zo plaatsen. Die zit een beetje afgeschud. Wordt nog lelijker. Wat is dit voor spul? Zoiets. Dat vind ik wel ook. Oké, maar ik vind dat het wel lelijk, maar kan gewoon niet anders. Nou ja, het zal wel. Dit ziet er goed uit. We hebben blijkbaar ook al een paar speeltjes voor hun ontdekt. Alleen nog geen voorverrijk, maar wel een paar speeltjes. Sowieso vinden ze deze lekker, want blijkbaar is deze plek hartstikke warm. Dus dan moeten we deze lekker hier een sproeier neerzetten. Koelen ze tenminste een beetje af. Een ijsbal hebben ze niet per se nodig, want die zit al blijkbaar al een koeler. Een bad eentje, dat vinden ze hartstikke leuk, weet ik zeker. Een bad eentje, huppakee. Hebben ze nu al een beetje verrijking al een beetje goed? Volgens mij wel, hè. Verrijking, oh net niet. Laten we dan nog even een bal hebben. En zetten we lekker hier zo neer. Gelijk 100%, dacht ik al. Het is allemaal gefixt. Ik hoef alleen nog even te kijken naar hun omgeving. Want dat is hartstikke slecht. Ook dit is hartstikke slecht, het terrein. Die moeten we eerst even doen, denk ik. Want blijkbaar hebben ze veel meer kortgras nodig. Ja, maar ze überhaupt die andere, wat ze hier allemaal hebben. Hoeveel hadden ze veel aarde en zand? Hebben ze blijkbaar helemaal niet nodig. Of is er wel een klein beetje aarde nodig, maar als er geen zand is, is het ook niet erg. Dus nu een beetje overgaan op lang gras achterin. Hier ook een beetje lang gras. Zo. Ik denk ook vooral hier een beetje lang gras, maar hier komen ze toch nooit. Dus een beetje van die illusie werken waar ze nooit komen. Blijkbaar is nu alles goed, maar ik vind het zelf niet goed. Dus laat ik nog maar eventjes hier wat aarde in leggen. Aarde zwaar tussen. En ik wil eigenlijk geen zand hierin. Dat wil ik helemaal niet. Dat vind ik zo wel goed. Ja, zo vind ik het prima. Gaan we nu eens naar deze. En kijken wat voor planten ze nodig hebben. Eigenlijk niks. Vind ik ook niet leuk. Dus ik ga maar een boompje neerzetten. Klein boompje. Klein boompje kan wel even de schaduw. Zo.
Nou, dat was het al. Dan zit hij wel vol. Nou, we kunnen er dan een paar van die kleine mini-plantjes in zetten. Maar die zie je toch niet. Dus dat heeft toch geen nut. Nou, dan laat ik er denk ik hierbij. En wordt het op naar de volgende. Want we hebben nu eentje. En we moeten dus goed als 8. We hebben er 4. Dus we zitten nu op de helft. En de bezoekers die komen ook steeds langzamer bij. Dus dat komt ook steeds beter. Dus daar hoef ik in ieder geval niet druk op te maken. Hey, we hebben hem. Kijk, zo snel gaat dat. Gewoon de 16 bezoekers heb ik al, joh. Ik begin er net over en ik opeens heb ik het. En nu zitten we naar beneden. Dus we gaan nu weer richting de 500. Nu gaan we weer richting de 600. Oké. Ziet er zeker goed uit. Nu wordt het alleen maar meer. Blijkbaar moet ik ook wat meer eten en drankzaken plaatsen. Want de mensen hier, die hebben een beetje honger en dorst. Nou, een beetje heel erg eigenlijk. Vooral dorst. Tevredenheid gaat er ook een beetje omlaag. Dus we moeten gewoon wat meer eten en drankzaken plaatsen. Ik stel dat voor om dat hier te doen. Lok ik tenminste ook wat meer mensen naar met deze trein. Want deze trein wordt op zich wel gebruikt via die andere kant, maar niet voor deze kant. En daar loopt de hele tijd vast. Nou, niet per se vast, maar hij blijft het hier steken. Dat is irritant. Hij moet gewoon lekker soepel doorlopen, maar dat doet hij niet. Dus dan wordt het gewoon wat eten en drankzaken hier plaatsen. En dan, als het goed is, heb ik ook weer een paar extra gekregen natuurlijk, omdat ik die aan het onderzoeken ben. Dus laten we lekker een Pipshot Water hier plaatsen. En dan een gulpje soda. En dan plaatsen we de cheap beef dan maar weer. Zo. Blijven de mensen tenminste ook een beetje aan deze kant. Niet dat ze helemaal aan de andere kant moeten. En ondertussen sluit ik dit pad even op dat andere pad aan, zodat ze ook deze kant rond kunnen lopen. Niet alleen maar deze weg moeten hebben of per se met deze lift. Zo, dat is ook weer gelukt. En zo te zien dat deze trui wel hartstikke naar zin, man. Kijk, moet je misschien rennen, joh. Of hij heeft gewoon dorst, dat kan natuurlijk ook. Nu sta je alleen wel in de waterbak met je vieze poten. Dus kan je er even uit? Dankjewel. Volgens mij is hij wel geliefd, deze waterbak. Dat is fijn. Dan betaal ik hem niet voor niks. Kijk, daar gaan dan die mensen al. Oh, dat is goed. Dat is heel goed zelfs. Want het enige pad eigenlijk nog om hier te komen is dit pad hier of met dit ding gaan. Maar de rij aan deze kant wordt wel steeds langer. En de rij aan deze kant, die is er niet nauwelijks te bekennen. Ja, 3 mensen hier. Nou, wat veel. Maar de rest nergens, joh. Nou, laten we nog even kijken voor een dier. Want ik denk dat dit in 2 ingesplitst, dat ik hier een dier doe en hier een dier. Heb ik er al 6. Laten we maar eens kijken welke we dan willen. Geen krokodil, had ik al gezegd. Ze vangen olifant. Kan wel, maar daar heb ik niet genoeg voor. Mandril. Oh, yes. Eentje van deze. En de beste mannetje uitzoeken. Nou, laten we deze maar doen. Moeten we denk ik ook nog een vrouwtje hebben, maar die komt later wel. Als we maar even kijken van met hoeveel ze überhaupt moeten en wat er gebeurt en bla. En mijn geld stond dus ook bijna op. Nou, dat is heel fijn. Dat is helemaal niet fijn eigenlijk. Want waar moet ik er al wat geld vandaan halen? Oké, ik maak wel winst. Dat wel, maar niet zoveel. Beetje te weinig. Waar maak ik er zoveel verlies op? Maak ik dan tegenwoordig zoveel verlies omdat ik te veel salaris heb? Volgens mij wel, hè. Er moeten gewoon meer mensen in mijn park komen. En meer donaties geven en zo. Want daar gaat meestal mijn geld in om zitten. Donaties. Waar ik die ontsnap? Wat? Oh, zit ik zo echt in de min. Hup. Even alle dingen controleren. Zo snel mogelijk. Dat het nog een keer kan gebeuren. Ik zei net van, ik ben bijna blut. En nu ben ik echt blut. Kom, wacht, waar zijn die luipaarden? Hier is er eentje. Doe even naar handelscentrum sturen. Waar is die andere? Hup, waar is die andere? Ik moet die andere even vinden. Die andere kan ik niet vinden. Oh, hier zo. Onvoldoende geld. Dierarts gevraagd. Hup. Nog eentje. Hoeveel zijn het er wel niet, joh? Ik had er 2. Die ene had ik aan de handelscentrum gestuurd. Dus die is niet zo gevaarlijk meer. Oh, die gaat helemaal fout, joh. Dus heb ik wel een onderzoek. Maar daar heb ik niet van aan nu, hè. Schiet hem. Oh, we zijn nu druk bezig met andere dingen. Oké, wacht. Dit is weer in zijn verblijf. Oké, mooi. Stop eens. Naar handelscentrum sturen. Dat is eentje. Dan heb ik daar in ieder geval niet meer op te letten. En die andere moet nog eventjes. Waar is die andere? Oh, die is hier. Oh, hij gaat zelf wel terug. Oh, lekker makkelijk, joh. Waarom gaan ze allemaal zelf wel terug? Wat is dit voor onzin? Nou, onzin is wel hartstikke handig eigenlijk, maar niet helemaal de bedoeling. Nou, in ieder geval, die zijn in ieder geval goed gekomen. Nu hoeven de mensen hier wel niet meer bang te zijn, alleen is het een beetje balen, want nu verlies ik weer mensen. Nou, dat valt echt best wel mee, maar ik verlies wel weer geld. Dat is jammer. Ik kan namelijk niks bouwen. Terwijl ik nu eigenlijk net in de 2000 min stond en nu sta ik weer in de 1500. Dus het gaat hier omhoog. Dat is goed. Dat is een positief beeld. Maar die hebben dan weer ontsnapt, hè. Ik let gewoon helemaal niet goed op, waardoor ze ontsnappen. Elke keer. Maar kijk, het is ook gewoon grappig. Kijk, dit is hartstikke kapot. Dit helemaal niet. Waar die deur staat is nooit kapot. En hij sleutelt gewoon wat aan die deur die eigenlijk hartstikke heel is. En de rest gaat in één keer helen. Heel apart. Maar dat is spellogica voor je, hè. Dan wordt het denk ik toch maar even lenen. Hoeveel willen we lenen? Ik denk dat we toch maar voor deze gaan. De laagste. Eigenlijk de ene laag. Dit is de laagste, maar ja, die kunnen we niet zoveel mee, want dan hadden we nog steeds in de min gezeten. Oké, laten we eens kijken wat we ermee kunnen. Laten we eerst het andere verblijf maar maken, waar we die apen in gaan zetten. En hopen dat er dan weer wat mensen komen die dan weer wat dingen gaan kopen natuurlijk.
Zo, dat staat weer. Dat gaat lekker snel. En dan moeten we nu alleen nog maar de dieren erin zetten. Dat zijn lekker deze twee ene mandrieltjes. Waar ik nog steeds een vrouwtje voor moet hebben eigenlijk. Nou, ik heb al een vrouwtje, maar nog eentje. Anders vind ik het een beetje zielig. Kijk of die er nu is. Ik denk het eigenlijk niet, hè. Oh, nou. Nou, laten we dan maar deze kopen. 0%, maar allebei 0% vruchtbaarheid. Dat is jammer. Maar doe maar wel deze dan, want deze is toch beter. En dan moeten we nu ondertussen even een keertje gaan sparen. Want ik doe iets verkeerd ergens, waardoor ik eigenlijk geen geld heb. Maar wat we wel sowieso kunnen doen, is natuurlijk hier een wc'tje plaatsen. Dat zouden mensen ook wel fijn vinden, denk ik. Dat ze helemaal terug moeten lopen voor de wc. En voor die wc zijn we natuurlijk gieren Nederlanders, dus dan vragen we lekker geen 50 cent, maar 20 cent. Lekker 5 cent hoger, misschien pakken we er iets meer winst op. En even kijken wat ook allemaal... We kunnen sowieso kijken natuurlijk wat allemaal winst pakt. Faciliteiten, wat is de winst? Oh, deze maakt helemaal geen winst. Dit is deze. Is dat iets... Is dat er überhaupt iemand achter? Nee, ja, staat er iemand achter, maar waarom maakt die geen winst, hallo? En hoeveel maakt die überhaupt die andere winst? Dat is ook wel belangrijk, hè? Deze maakt goede winst. Echt goede winst. Ja, de wc's vind ik wel een ander verhaaltje dan... Dat ze geen winst maken, dat vind ik niet zo heel erg. Vaak nodig. Wat is deze? Oké, dan doen we denk ik gewoon halverwege nog maar eentje. Hier is er ergens. Weet je, niet zoveel mensen. Een beetje op een plek waar veel mensen zijn. Maar dat is eigenlijk alleen hier. En hier op zich wel veel mensen, maar ja, die kunnen beter gewoon naar die lopen. Misschien komt dat later nog wel, dat die niet meer zoveel nodig is. Maar voorlopig is er nog wel veel nodig, blijkbaar. Laag welzijn. Oh ja, ze zijn aangekomen. Oh, fijn, fijn. Doe maar even pauze en dan zetten we even alles voor ze neer. Alles wat ze naar wens hebben. En even kijken, wat hebben ze überhaupt voor hoogte nodig om in te kunnen leven? Voor de hekken, in ieder geval. 3 meter hoog. Oké, dan moeten we dus de hekken 3 meter hoog maken. Want als ze lager dan 3 meter zijn, wat ze dus blijkbaar nu zijn. Dan hadden ze ontsnapt geweest. Oké, ik heb ze nu 3,25 gedaan. Dat zou als goed dus genoeg moeten zijn. Dus laten we even kijken. Wat hebben jullie allemaal nodig? Sowieso deze dingen natuurlijk. Dat snap ik. Zo, dat ziet er allemaal prima uit. Faciliteiten. Nee, verblijf moeten we natuurlijk hebben. Die hebben we niet meer nodig. We hebben nu, hoe heet deze ook alweer? Iets van mandrill. Oké. Een bedje erin leggen. En dan is het als goed als deze is klaar. Moeten we alleen nog even de andere dingen doen. Zoals het belangrijkste, de waterleiding. Anders kunnen ze natuurlijk helemaal geen drinken. De voederplaat. Even kijken. 4 meter. Ik was ergens is er zoveel groter. Nou, doen we 4 meter dan. Dat is prima. En niet te veel gezeik hiermee, want ik heb niet zoveel geld meer. Want we moeten een beetje geld sparen. Laten we ook even kijken wat allemaal beklimbaar is. Want blijkbaar hebben ze ook beklimbaar gebied nodig. Dus laten we dan deze boom plaatsen. Hier zo. Is een beklimbaar nou voldoende? Nee. Laten we dan nog even zo eentje plaatsen. Aan deze kant. Ze moet in ieder geval niet eroverheen kunnen. Dus laten we dan maar hier zo neerzetten. En dan is in ieder geval die allemaal goed. Die is als goed ook goed, denk ik. Ja, die is goed. En dan doen we nog wel een paar extra boompjes later. Want ik ga nu niet echt meer bomen plaatsen. Want anders ben ik door mijn geld heen. Dat zoveel kost. Maar je weet nooit wat ik allemaal nodig heb in de latere toekomst. Hey, eindelijk. Er staat nu ook een keertje hier een lange rij. Dus nu gaat het als goed is lekker vloeiend doorlopen. Het heeft ook super lang geduurd. Maar het is dus wel gewerkt om dit hier neer te zetten. Alleen deze maakt verlies. Ik weet alleen niet waarom. Nou, blijkbaar wil dus niemand gulpje slush. Een gulpje soda. Niemand wil dat. Apart. Maar die komt denk ik later nog wel. Dat hij een beetje winst gaat maken. Als je echt te veel verlies maakt, dan ga ik hem verwijderen. Of anders doe ik hem op non-actief. Kan ook, doe maar op gesloten. Dan zou je als goed is niet meer verlies kunnen maken. Dus volgens mij gaat het allemaal weer goed met de diertjes. Deze zijn lekker weer ontspannen. Ook al hebben ze die hele ontsnappingspoging gedaan. Wat ze eigenlijk wel gelukt is met 2. De jonkie en de moeder is volgens mij wel gelukt. Maar ja, we hebben ze toch weer gevangen. En we hebben deze aflevering natuurlijk de apen geplaatst en de struisvogels. Dat zijn natuurlijk een hele grote mijlpaal, want hoeveel moeten we er nog? Hoeveel nu nog? 3. Voor de volgende aflevering gaan we dus 3 van die soorten plaatsen. Of misschien 2. En dat we de aflevering daarna de derde doen. Dat weet ik nog niet. En dit is ook eindelijk een beetje soepel gaan lopen. Na al die tijd dat we... Of eigenlijk de vorige aflevering. Het heeft niet zo lang geduurd eigenlijk. Maar dit was echt wel een doorbreker om dit neer te zetten voor dit. Dus dan wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Dan zou je zo'n duimpje achter. Abonneer beneden. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer.